Nou, ik ben gewoon Amerikaan. Maar ik ben natuurlijk wel van Hollands oorsprong. Alleen dat raak je nooit kwijt. Dit is Hollandse Ondernemers. In het plaatsje Covington in het noorden van de staat Kentucky heeft de Nederlander Hans Filippo zijn zakenimperium opgebouwd. Hij emigreerde op 23-jarige leeftijd met zijn vrouw naar de VS. We woonden in Plissen en in 1977 kwam schoonvader thuis. En hij zegt, joh, we gaan naar Amerika toe, ga je mee? Ik zei, ja hoor, doch. Nee, echt, we gaan echt. Hans werkte eerst in de bloembollenhandel van zijn schoonvader, maar maakte een carrière-switch naar dakdekker. Na een paar jaar startte hij zijn eigen bedrijf, Holland Roofing. En dat werd een groot succes. Nou, aan de gang gegaan. Het eerste jaar deed ik 1,8 miljoen. Het tweede jaar 3,6. Het volgende jaar 7,2. Dus toen was ik mijn oude baas al voorbij. Nou ja, en afgelopen jaar deden we 72. Dus het is gewoon, ja, het gaat zo omhoog. Gigantisch mooi. De twee kinderen van Hans werken ook in de zaak. Zoals zijn zoon Johnny, die ons meeneemt naar een dak waar Holland Roofing aan het werk is. Een dak deze maat hebben ze een paar weken klaar. Zou je zeggen, erg Hollands bedrijf? Of? Ik zou zeggen het beste van Nederland en het beste van Amerika. De innovation, ik weet niet hoe je dat moet zeggen op het Nederlands. De innovation en de forward thinking. You know, always trying to stay ahead of the curve and do something that no one else has tried yet and make it work to the best that we can. Naast de dakbedekking zit Hans ook in onroerend goed, auto's en bloembollen. En inmiddels is hij ook horecaondernemer geworden. Hij heeft zijn eigen Nederlandse restaurant opgezet, Lisse Steekhuis. Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat je iets niet moet doen zijn het restaurant. Maar het pand kwam te koop te staan. Ik heb een anderhalf jaar in de gaten zitten houden aan het eind gekocht. Maar iedereen die in de restaurantbusiness wilde beginnen en van mij wilde huren, had geld nodig. Nou, de bank wilde ze geen geld geven. En toen op een bepaald moment zeg ik van nou weet je wat, dan doe ik het zelf. Voor bijna 2 miljoen dollar liet hij het pand ombouwen tot een luxe restaurant met Nederlands gerecht op het menu. Voor de Amerikaanse chef-kok van het restaurant was het wel even wennen om helemaal op de Hollandse tour te gaan. From my understanding, the cuisine is a kind of a melting pot. It's a lot of nationalities that come into one. So we have the bitterballen, then we do a Dutch style onion soup. We got the chutzpah. You know, a lot of people are good about trying new things. En dat er zeker wel interesse is voor de Nederlandse hapjes, blijkt wel op het Food Festival van Covington, waar Steekhuis Lisse ook een kraampje heeft. What's the bitterballen? Bitterballen. So we're doing a Dutch combo today. It has bitterballen and gouda wedges in it. The bitterballen is prime rib rolled in panko breading. It's a traditional Dutch appetizer. That's really good. That's really good. I've never had prime rib in a bowl before, and the flavor is amazing. Hey, I like deep fried stuff. Yeah, it's not bad. It's definitely different. Terwijl de Amerikanen nog druk bezig zijn met die vreemde Nederlandse balletjes, is Hans alweer bezig met zijn volgende project. Hij gaat in de buurt een grote sportbar openen. En uiteraard weer met een Hollands thema. De naam wordt House of Orange. All right, here we go. First one. I need more glasses. Well, for the first one, it's not a very good start, is it? Het was dus het principe dat je hier binnen kan lopen. Je pak je iPhone, je duwt op een app en je bestelt je biertje, je chicken wings, je hamburger enzovoort. Dus ja, het is anders. En nu, ik ben een van de weinigen die dus gewoon als Heineken en Amstel als hoofdproduct hebt. We maken het ook de goedkoopste. En dat voor een importbier is natuurlijk ook weer heel apart. Proost! En dit wordt gewoon de aantrekkingskracht hier. De Heineken. Dat is wel leuk. Het teruggrijpen naar zijn Nederlandse roots komt nog ergens tot uiting. Voetbal. Hans heeft vorig jaar een voetbalclub gekocht, de Cincinnati Dutch Lions. We nemen dus de voetbal van Holland, zoals daar wordt gespeeld, over. We halen trainers van Holland en we halen spelers van Holland om dat hier te introduceren. En dus over het algemeen Hollands te spelen. De Cincinnati Dutch Lions zitten in de Premier Development League, zeg maar de hoogste amateurklasse.
Maar de MLS, de Eredivisie van Amerika, is voorlopig onhaalbaar, zegt de Nederlandse trainer Sid van Drunen. Degradatie en promotie, dat kennen ze hier niet. Dus het is niet gebaseerd op resultaat. Het is puur gebaseerd op betaling, op geld. Op dit moment is de MLS fee is 150 miljoen om überhaupt in aanmerking te komen voor een franchise. Dat is ook niet het doel van de Dutch Lions om MLS te gaan. Ons hoofddoel is om spelers door te ontwikkelen naar het MLS of zelfs Divisie 2, wat USL Pro is. En hoe staan ze ervoor? 0-1. We zijn veel beter, maar de score die zegt het net andersom. Dus ik hoop in de tweede helft dat we het nog even inhalen. Oké, nou succes. Ja, dankjewel. Hans heeft erg goed geboerd in de Verenigde Staten. Maar volgens hem is het er de afgelopen jaren onder Obama voor bedrijven niet gemakkelijker op geworden. Hij is daarom een groot voorstander van Donald Trump. Wij zijn op een bepaald moment natuurlijk als schema naar hierin gekomen. Toen was Amerika de laagste in de belasting. En nu is het een van de hoogste. Want het is gigantisch omhoog gegaan. En ik snap dat in Holland dat de mensen dat een beetje ja, een rare man vinden. Maar ik vind het uitstekend. Hij is qua business is hij ontzettend goed. Hij is voor business ontzettend goed. Ik vind ook dat jullie qua nieuws niet het juiste nieuws krijgen. Super links. Geïnformeerd eigenlijk en wat de goede dingen zijn, hoor je eigenlijk weinig van. Dus dit is cyber destroy Trump, een soort moment wat er aan de hand is. Nou, dat vind ik wel. Volgende keer zijn we in de high-tech hoofdstad van Amerika, Silicon Valley natuurlijk. We volgen ondernemers Arthur van Hof en Alex Mans.